Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. Vandaag gaan we het hebben over klimaatactivisme. Het gaat slecht met ons milieu. De aarde warmt in rap tempo op en de fossiele brandstoffen raken uitgeput. Het lijkt alsof klimaatverandering een uitzichtloos probleem is. Regeringen doen te weinig om de klimaatdoelen te behalen. En ook al consumeren we bewust, als burgers lijken we niet op te kunnen tegen de impact van de grote industrie. Het is de vraag wat we zelf kunnen doen om het tij te keren. Ik praat hierover met Harriette Bergman van Code Rood, een nieuw initiatief op het gebied van klimaatactivisme. Welkom Harriette. Harriet. Wat doet Code Rood en hoe is dit initiatief ontstaan? Code Rood is een groeiende groep mensen die collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid doet. Dus wat we doen is we breken de wet om eigenlijk alarm te slaan of de samenleving wakker te maken met dit is er gaande en dit kunnen we eraan doen. En wat we eigenlijk proberen is los van dat soort van... Heel vaak hebben mensen dat ze zichzelf een soort van schuldig voelen, dat ze korter douchen, dat ze vegetarisch eten, dat ze denken van ja, ik kan nooit genoeg doen. Mm-hmm. En wij, door het collectief aan te pakken, houden we de mensen die daadwerkelijk verantwoordelijk zijn, verantwoordelijk. En afgelopen zomer hebben we dat gedaan met 350 mensen in de Amsterdamse haven en hebben we een dag lang daar dingen platgelegd. En wat hebben jullie platgelegd? We zijn de OBA Bulk Terminal binnengegaan. Dus we zijn een heg doorgegaan en vervolgens op de kranen waar de grootste kolenoverslag, de ene grootste kolenoverslag van Europa is. Dat is de Amsterdamse haven. Mm-hmm. En omdat die overslag en de haven zo'n grote rol speelt in de infrastructuur van de fossiele industrie, dachten we door daar het stil te leggen, laten we zien wat Nederlands rol is in deze hele klimaatdestructie. Ja, want dat is een plek waar die kolen dus doorgetransporteerd worden eigenlijk. Ja, dus je moet denken aan bloedkolen uit Colombia, maar er wordt ook diesel vervoerd. Dus het en is wat zijn bloedkolen? Wat bedoel je daarmee? Bloedkolen zijn kolen die eigenlijk uit mijnbouw komen, uit hele slechte omstandigheden, waar criminaliteit, moorden, allemaal shit gaande is. Weet je wel, dat is dan op een veilige afstand, want het is niet hier in Nederland. Maar je draagt er wel aan bij door het te vervoeren. Ja, en 350 mensen, dat is veel voor één actie. Hoe hebben jullie zoveel mensen bij elkaar gekregen? Ja, dat is superveel. Nou, ik denk als eerste omdat we de eerste zijn die op deze schaal en op deze soort van laagdrempeligheid voor burgerlijke ongehoorzaamheid dingen organiseert. Dus ik denk dat heel veel mensen iets willen doen tegen klimaatverandering. Maar dat, ja, er waren nog niet dit soort acties in Nederland. Ja. Dus dat gewoon heel veel uitmaakt, dat iedereen eigenlijk iets wil doen. Maar ook door de manier van organiseren, door open te zijn, door duidelijk te maken van nou, dit gaan we doen, door mensen te betrekken, word je ook groter. En je zegt laagdrempelig, maar voor mij klinkt het niet echt laagdrempelig. Hè? Zo'n grote actie in het havengebied waar je het hek moet openknippen. In welke zin maken jullie het laagdrempelig voor mensen om hier aan mee te doen? Deels door voorbereiding, door gesprekken. Door bij elkaar samen te beslissen wat we gaan doen. De dagen voor de actie hadden we een klimaatkamp. Dus we waren al 3 dagen daar. Met, hadden dat we ons eten zelf maakten. Dat we actietrainingen hadden. Maar ook de hele voorbereiding daarnaartoe. Met informatieavonden, filmvertoningen, actieconferenties. Waarin we samen bespreken van op welke manier gaan we de actie doen. Dat soort dingen maken het makkelijker. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk... Ja, het is zo laagdrempelig als... moedwillig de wet overtreden kan zijn. Want het is natuurlijk een enorme opoffering die je maakt. Als je zegt, ik ben bereid me te laten oppakken en me een schone strafblad op te geven, omdat ik zie dat de overheid faalt. Dat is natuurlijk een enorme stap. Ja. Dus daar heb je gelijk in. Ja. En jullie hebben het aangekondigd van tevoren. Ja. En wat was de reden om dat te doen? Meerdere, maar vooral dat we veel mensen willen laten bereiken. Maar ook dat we zeggen van... We zijn burgerlijk ongehoorzaam, dus we overtreden de wet en we zijn bereid de gevolgen daarvoor te dragen. Dus het is niet dat het een soort van schimmig in het geheim is, maar dat we gewoon zeggen van nou, dit is wat we moeten doen, dus dat gaan we doen en daar staan we achter.
Ja. En ook door het aan te kondigen bereik je ook meer mensen. Want ik kan mijn 10 activistische vriendjes vragen. Mm-hmm. En dan heb ik 10 activistische vriendjes die met me meegaan en zich ergens aan vastketenen of zo. Maar als je wil dat iedereen mee kan doen, en dat zie je ook bij zo'n actie, dat allemaal verschillende mensen meedoen. Die misschien normaal, als ik zelf zou kijken naar wie ik ken, zou ik die nooit bereiken. En waren het mensen die al sowieso al bezig waren met activisme? Of hebben jullie ook mensen erbij weten te betrekken die misschien voor het eerst aan een actie meededen? Nou, ik deed zelf voor het eerst aan een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie mee op deze manier. En heel veel mensen waren ook voor het eerst. Maar er waren ook mensen die al in Duitsland bij vergelijkbare acties zijn geweest. Bij Ende Gelände of mensen die zich bezighouden met... Ja, van alles eigenlijk, ja, die bij een NGO zitten of wat dan ook. En hoe raakte jij daar zelf bij betrokken? Ik heb het idee van klimaatproblematiek is iets wat iedereen een soort van aangaat. Mm-hmm. Of waar, ja, al voor ik ook maar nadacht over actie voeren of zo, was ik natuurlijk wel af en toe in mijn hoofd van, oh nee, de ijsberen. Toen was ik klein, weet je wel. Nu is het natuurlijk meer dan, oh nee, de ijsberen. Mm-hmm. Maar ook van onrechtvaardigheid, dit, dat, wat kan ik doen? En ik heb het idee dat eigenlijk iedereen die soort van angst of frustratie heeft. Mm-hmm. Van, er is iets gaande en ik weet niet wat ik moet doen. En voor mij ben ik mee gaan doen eigenlijk omdat een vriendin zei, kom, we gaan een keertje naar zo'n actieconferentie. Dus dat was ver voor de actie. Het was een bijeenkomst van 100 mensen die vergaderden over wat willen we eigenlijk naar buiten toe communiceren. Op welke manier gaan we deze actie doen? Wat zijn de afspraken die we daarover met elkaar maken? En dat hele proces voelde eigenlijk voor mij heel veilig. Dus het was zo van, oké, we spreken nu met z'n allen af van, we zijn niet gewelddadig. We gaan op deze manier om met de medewerkers die daar rondlopen. Als er politie komt, doen we dit. En dat, zeg maar, dat je dat doorspreekt met elkaar en ook dat het een afspraak is onderling waar je aan houdt, geeft heel erg veel houvast voor nieuwe mensen zoals ik en andere nieuwe mensen, dat je een soort van weet waar je aan toe bent en dat je het gezien hebt, dat je erover nagedacht hebt. Ja. En hoe ging het in zijn werk uiteindelijk, die bezetting? Hoe is het verlopen die dag? We hadden dus eerst een klimaatkamp in de dagen daarvoor. En de meeste mensen bleven slapen op het klimaatkamp. Toen zaterdagochtend ging er een luchtalarm af, of een soort van alarm, zo'n enorm hard geluid. En stapte iedereen uit zijn tent. Toen hadden we een half uur de tijd om eten te maken, spullen te pakken. We hadden allemaal van die speciale soort van witte pakken tegen het kool en ook zodat je er allemaal hetzelfde uitziet. Iedereen had zijn eigen pak met een soort van versiersel erop van, weet je wel, refugees welcome of de boodschap die je uit wilde dragen. Mm-hmm. Dus pak aan, eten, een hooibaal om op te zitten, want je zit natuurlijk de hele dag daar en dat is eigenlijk helemaal niet chill. En dan ga je met je affiniteitsgroepje en je buddy, liepen we toen in een hele grote groep van 350 mensen door de haven naar het terrein. Toen kan het zijn dat mensen de hek hebben doorgeknipt. Toen moesten we een sloot overspringen en toen waren we er opeens. En we hadden eigenlijk verwacht dat er politie was. Ik was zelf ook best wel zenuwachtig van, mm-hmm, wat gaat er gebeuren? Staan er meteen al, weet je wel, 100 mannen mee om je tegen te houden? Maar we kwamen eigenlijk heel makkelijk binnen. En toen lag het stil daarna. En je zei, jullie hebben jullie verzameld met affiniteitsgroepjes en buddies. Wat voor rol hadden die binnen het geheel? Het is eigenlijk een manier om beslissingen te maken en met elkaar om te gaan en te zorgen dat iedereen veilig is. Dus je zit in een groepje mensen die ongeveer hetzelfde wil of aan kan als jij. Dus ik liep achteraan met de mensen die licht beangstigd waren voor ME'ers. En misschien ook voor het eerst meedelen. En voor het eerst meedelen. Dus dat je weet van, oké, deze mensen die willen ongeveer hetzelfde. Die gaan geen onverwachte dingen doen. En je houdt elkaar in de gaten. Dus je buddy is degene waarmee je een soort van het meest in de gaten houdt. En dan heb je nog een paar mensen waarmee je in een groepje zit. En als er dan afspraken gemaakt worden met de hele groep, dan stuur je één iemand van je affiniteitsgroepje naar de soort van grote vergadering om daarna weer terug te koppelen. Tijdens de dag, tijdens de actie. Ja. En dat is ook iets wat ik heel mooi vind, dat je dit soort van niet alleen directe actie hebt, maar ook directe democratie. Dus dat je zelf, dat het niet een soort van beweging is met leiders die jou vertellen wat je gaat doen, maar dat het echt, je beslist het samen. Ja. Gaat dat ook over die thema's waar mensen voor staan? Want je vertelde net, hè, iedereen zag er ongeveer hetzelfde uit met die witte pakken, maar er waren verschillende slogans. Je noemde net vluchtelingen. Hoe,
Hoe linkt dat aan het bezetten van zo'n kolenhaven? Wat heeft dat überhaupt met klimaatactivisme te maken? Ja, het is eigenlijk dat we proberen een einde te maken aan de fossiele industrie. We proberen klimaatdestructie tegen te gaan. Maar vanuit een soort van blik vanuit klimaatrechtvaardigheid. Dus dat we niet praten over het probleem in CO2-uitstoot en cijfertjes en graden Celsius. Maar dat we kijken naar wat zijn de gevolgen voor verschillende mensen op verschillende posities. Welke machtsstructuren hangen daarmee samen? Hoe worden minder geprivilegeerde mensen harder geraakt? Weet je wel, dat is zowel, weet je wel, dat in Groningen mensen op een andere manier natuurlijk in dit debat staan dan mensen in de Randstad. Maar ook dat mensen in het globale zuiden heel anders klimaatverandering ervaren dan wij hier in Nederland. En zie je ook dat dat thema van klimaatrechtvaardigheid mensen aantrekt, ook met een verschillende activistische achtergrond of misschien wel verschillende politieke agenda? Ja, zeker wel. Je merkt ook dat doordat we dat echt een issue maken. Bijvoorbeeld in het klimaatkamp hadden we ook een soort van paneldiscussie over intersectionaliteit en diversiteit. En dan merk je heel erg dat door de manier van organiseren, door mensen te empoweren, maar ook door te zeggen van we sluiten geen compromissen op de boodschap over dit. Weet je wel, het is niet knuffelig klimaatactivisme. Mm-hmm. Het is echt van, we hebben een radicale analyse. En daarin Wat is het verschil? Heb je het idee dat klimaatactivisme tot nog toe te knuffelig was? En wat bedoel je daar precies mee? Het is heel vaak zo heel wit. Mm-hmm. Voor hele geprivilegeerde mensen die veel geld hebben. Die bijvoorbeeld zeggen van, als je niet vegan bent, zoek het maar uit. Ja. Terwijl het klimaat is iets wat iedereen raakt. Mm-hmm. En wat juist ook mensen met minder geld harder gaat raken dan een soort van eco-juppies. Ja. Ja. En om dat te erkennen, ernaar te kijken en ook te kijken naar op welke manier organiseren wij ons, dat we niet een soort van die structuren van dominantie kopiëren in hoe we met elkaar omgaan. Door dat te erkennen trek je natuurlijk ook meer mensen. Ja. Omdat anders trek je misschien alle eco-juppen. Ja. Maar het is iets wat iedereen aangaat. Dus ook waar wij ons best moeten doen, dat iedereen zich welkom voelt. Ja. En is dat al gelukt ook bij deze actie? Heb je het idee dat jullie ook minder wit zijn dan andere klimaatgroepen? Of misschien klimaatactivisme uit het verleden? Ik heb misschien het idee een beetje, maar het kan nog veel meer. Dus het blijft natuurlijk ons best doen om het zo inclusief mogelijk te zijn. En ook om te kijken, wat kunnen wij doen om dat te bereiken? Ja. Maar ik zie wel al, zeg maar, in vergelijking met andere actiegroepjes waar ik in heb gezeten, dat we heel verschillend zijn qua opleidingsniveau, van waar we vandaan komen. Van, komt het alleen uit de Randstad? Nee, weet je wel, het komt uit heel Nederland en ook daarbuiten. Ja. Dus dat is al in ieder geval dat het veel diverser is dan wat ik gewend ben. Ja. Ja. Ook, weet je wel, diehard mensen die heel veel actieervaringen hebben, die zich al veel langer kunnen inzetten voor de goede zaak. Maar ook mensen van NGO's en studenten die voor het eerst er zijn. Dus het is heel erg mooi om te zien dat zoveel mensen zich samen in kunnen zetten. Ja. En hoe kijk je terug op de actie nu? Heel goed gevoel. Omdat eigenlijk om samen met een groep iets te doen, geeft een soort van heel veel agency terug die je... ik weet niet, het voelt heel erg alsof je geen verschil kan maken of dat het niet uitmaakt of dat je altijd tekort schiet als het gaat om het klimaatprobleem. Omdat het zoiets groots is dat jouw individuele handeling, wat je ook doet, geen verschil kan maken. Mm-hmm. Terwijl als je echt ziet van vandaag ligt het plat, we stonden er met 300 mensen, het is in het nieuws geweest, het wordt alleen maar groter. Dat geeft zo'n ontzettend gevoel dat je weer een soort van iets aan het doen bent en dat je... Ja, dus dat voelde echt fantastisch. Ja. En het was ook gewoon een gezellige dag. Ja, en los van het gevoel op dat moment en de slagkracht die je dan hebt met z'n 350'en, wat kan het duurzame, meer lange termijn effect van zo'n bezetting zijn? Want het is natuurlijk één dag en dan ga je weer weg. Dus wat hoop je daar uiteindelijk op de lange termijn mee te bereiken? Bij deze actie bij de haven was het heel erg laten zien dat de haven of dat de infrastructuur die je... faciliteert, die je mogelijk maakt, dat ook bijdraagt. Dat is niet neutraal. Mm-hmm. Dus ook al, weet je wel, ook al is Nederland niet direct verantwoordelijk voor bloedkool of direct verantwoordelijk voor de uitstoot die daar komt, doordat ze het faciliteert dat gebeurt, speelt ze een belangrijke rol. En na onze actie zag je ook, ik weet niet of dat aan ons ligt, maar dat stiekem hoop ik dat dan. Mm-hmm. Na onze actie zag je ook dat naar aanleiding van de COP23...
dat er veel meer aandacht was voor de rol die Nederland daarin speelt als facilitator van die infrastructuur. Dus dat is wel iets wat je in het debat kan veranderen. Mm-hmm. En wat ook natuurlijk in de aanloop naar een soort van Rotterdam, waar ook keuze gemaakt moet worden van wanneer stoppen ze met kool bij die haven, dat dat wel een soort van extra slagkracht geeft aan het initiatief dat daar voor lobbyt. Ja, en is het waarom burgerlijke ongehoorzaamheid? Is dat ook nodig, denk je, om dingen in gang te zetten? Of op welke manier is dat nodig? Ik denk dat het noodzakelijk is. en vooral omdat we zien dat het bedrijfsleven het niet doet, of veel te langzaam doet. We zien dat de overheid het niet doet. En we zien de wereld gewoon letterlijk naar de knoppen gaan. Weet je? We merken dat het klimaat verandert. En als je op dat moment niks doet, ja, ik zou zeggen van de mensen die gehoorzamen zijn veel gevaarlijker dan de mensen die de wet breken. Want uiteindelijk de wet is er om te maken dat we een gedeelde wereld hebben waar we kunnen samenleven. En als die wereld kapot gaat doordat we ons aan de wetten houden, dan gaat er duidelijk iets verkeerd. Ja, en heb je het idee dat je met die burgerlijke ongehoorzaamheid ook een bepaalde politieke druk kan uitoefenen? Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat, weet je wel, wij zijn niet mensen die met de politiek gaan onderhandelen. Mm-hmm. Maar we zijn wel mensen die met politici onderhandelen het makkelijker maken voor hun. Ja. Wij zijn de radicale partij die het de middenpartij makkelijker maakt. En hoe verhoudt zich wat jullie doen tot wat NGO's doen die aan het lobbyen zijn op het gebied van klimaat? Hè? En Milieudefensie of een Greenpeace, ondersteunen die wat jullie doen? Of zien die het als een radicale stap die ze misschien juist wel in de weg zit in hun lobbypraktijk? Ik hoop dat ze er blij mee zijn. Maar het is, kijk, omdat we het niet namens Greenpeace doen, wat mij betreft kunnen NGO's zeggen, we hebben er niks mee te maken, praat met ons als je wil. Maar ik denk wel dat door het op de kaart te zetten, door media aandacht ervoor te vragen en ook door toch een soort van druk uit te oefenen, want je wil als haven niet dat er dingen een dag plat liggen, dat ze daardoor wel extra slagkracht krijgen. Ja. Heb je inspirerende voorbeelden zelf in je hoofd van dit soort bezettingsacties die echt daadwerkelijk effect hebben gehad? Waarvan je denkt, nou, dat is hoe wij wat we uiteindelijk voor elkaar willen krijgen met Code Rood? Ja, ik denk dat eigenlijk geen enkele sociale verandering zonder burgerlijke ongehoorzaamheid is gebeurd. Als het nou van de slavernij tot alles is uiteindelijk door burgerlijke ongehoorzaamheid gekomen. Maar bijvoorbeeld in Duitsland in de jaren 70, 80 is kernenergie uiteindelijk veel minder geworden en gestopt. Doordat mensen massaal dingen tegenhielden, net zolang tot er iets veranderde. Net in Duitsland is er gestopt met het kappen van een bepaald oerbos, doordat mensen daar gewoon bleven zitten. Dat werd bezet ook. Ja. En ik denk dat je daardoor zo duidelijk ziet van het werkt dus wel. En het werkt vaak niet de eerste keer. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als je steeds meer mensen laat zien van we pikken dit niet, we zijn bereid offers te maken en we gaan door tot het gebeurt, dan verandert er uiteindelijk iets. Niet afwachten tot het aan die vergadertafel door politici wordt besloten, maar gewoon zelf die druk uitoefenen. En ik denk ook dat de mensen aan de vergadertafel er pas over praten, of er pas serieus over praten, wanneer ze zien dat het moet. Ja. Het gaat ook om het creëren van een tegenmacht. Ja. En hoe zit het nou met die eenzame consument die denkt, oh, ik probeer afval te scheiden en misschien wel veganistisch te eten. Dat is wat ik kan doen in mijn invloedssfeer. Hoe kan je die bij jullie acties betrekken? Nou, er zitten er natuurlijk al heel veel bij in onze acties. Maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat, ik had zelf heel vaak het idee dat ik tekort schoot. Dus wat ik ook deed om zero waste te leven, dat is niet genoeg. Maar om gewoon te zeggen van, nou, kom een keertje langs bij een actieconferentie. Kom een keertje langs of schrijf je in op de nieuwsbrief of lees erover of praat met ons of wat dan ook. Omdat in principe iedereen kan meedoen. Je kunt ook meedoen aan het klimaatkamp zonder dat je burgerlijk ongehoorzaam bent. Dus dat je gewoon je tankje daar zet, helpt met aardappels snijden, met iemand van de pers rondloopt of zo. Mm-hmm. Zonder dat je een strafblad riskeert. Dus eigenlijk alles, alle hulp is welkom. En je kunt echt verschil maken. En het is ook heel erg leuk om dat te ervaren hoe dat is. Hoe is het eigenlijk om in zo'n actiekamp te staan
volledig duurzaam te zijn. Een soort van de wereld die je wilt te prefigureren. Ja, ja. Dat voelt super fantastisch. Ja, ja. Dus een soort eigenlijk een soort gemeenschap creëren in het klein. Ja. Ja. Je zei het al, er zijn nieuwe plannen op komst. Wat gaat de volgende actie worden? We hebben afgelopen actieconferentie besloten naar Groningen te gaan. Er waren ook een heleboel Groningers die super enthousiast op de actieconferentie waren. Er gebeurt al heel veel natuurlijk, hè, in Groningen. Maar nog niet massaal burgerlijk ongehoorzaam. Ja. Dus daar gaan we heen. En op 27 januari gaan we verder bespreken hoe en wat. En daar is iedereen welkom. Want Code Rood is niet een soort van Harriet en andere mensen. Maar dat is echt... Ja, de actieconferentie is Code Rood. Ja. En iedereen is daar welkom. Iedereen kan daarbij aansluiten. Ja, oké. Nou, ik ben benieuwd. Ja. We zullen het gaan horen. Wanneer gaat de volgende bezetting zo ongeveer plaatsvinden, denk je? Ik denk in de zomer. Maar dat hangt dus af van de beslissingen die worden genomen. Oké, heel veel succes gewenst daarmee. Dankjewel voor je komst. Ja, dankjewel. Dit was De Figurant. Graag tot de volgende keer.